Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal op deze woensdag van 8 september. In deze aflevering zullen we het volgende belichten. PAHO doneert zuurstoftanks aan de regionale gezondheidsdienst. Samuel Matai, eerste jeugdige die gevaccineerd is met het Pfizer-vaccin, motiveert jongeren zich te laten vaccineren. Kinderarts Nienke Duppen gaat in op de besmettingen onder kinderen. Ondertekening schenkingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland. Onlangs heeft PAHO aan de regionale gezondheidsdienst RGD in Suriname een schenking van zuurstoftanks gedaan ter ondersteuning van de strijd tegen COVID-19 in Suriname. PAHO steunt de eerstelijns gezondheidsdiensten voortdurend met noodzakelijke medische benodigdheden en voorraden. Deze schenking bestond uit 15 zuurstoftanks met een inhoud van 60 kubieke meter en 15 zuurstoftanks met een inhoud van 110 kubieke meter en 10 manometers. De 30 zuurstoftanks en 10 manometers zullen zorgen voor ondersteuning van de zuurstoftoevoer bij de COVID-19 patiënten met ademhalingsproblemen en in andere situaties waarbij het toedienen van zuurstof nodig is. Alle zuurstoftanks zijn volledig gevuld met zuurstof. Dit is de eerste van een reeks toekomstige donaties aan de RGD ter ondersteuning van de strijd tegen COVID-19. PAHO zal Suriname blijven ondersteunen en helpen werken aan de uitbreiding van versterking van de patiëntenzorg voor COVID-19, alsmede aan de vaccinatie-inspanningen in het kustgebied en de rest van het land. In de afgelopen 2 weken van augustus zijn er meer dan 100 kinderen tussen 0 en 9 jaar positief getest op het coronavirus. Naar verluidt is een groot deel van deze besmette kinderen afkomstig uit Paramaribo en hebben zij het virus opgelopen via een van hun ouders. Er zullen wel meer kinderen besmet zijn, maar daar is nog geen melding van gemaakt. Dat meldt een lokaal dagblad in Suriname. We gingen in dit journaal in gesprek met kinderarts Nienke Duppen. Er is recent inderdaad een bericht geweest in de krant dat veel kinderen besmet zijn geweest, geraakt door COVID. Het is zo dat we in golf 4 zijn beland. Meer volwassenen raken besmet met de Delta variant. En we weten dat als die besmettelijkheid groter wordt, dat ook meer kinderen zullen worden besmet. Dus er zullen ongetwijfeld meer kinderen besmet zijn. Maar de vraag is dan of dat heel erg is. Want we weten dat kinderen wel besmet kunnen raken. Ook uit de eerste 3 golven hebben we heel duidelijk gezien dat ongeacht de leeftijd er in elke leeftijdsklasse er kinderen besmet zijn geraakt. Maar we zien dat maar heel weinig van die kinderen ziek worden. Er worden heel weinig kinderen opgenomen. En vaak als ze opgenomen worden is dat omdat ze in isolatie moesten en er geen andere mogelijkheid was. Ze kortdurend geobserveerd worden en snel naar huis mogen. Van die paar kinderen die zijn opgenomen, zijn er maar 2 heel ziek geweest. En ook die zijn hersteld. En we zien dus dat er kinderen besmet zijn, maar dat daarvan maar heel weinig in het ziekenhuis komen. En ook als we kijken bijvoorbeeld naar Amerika, waar de Delta variant ook heel uitgebreid er is, zien we ook daar dat veel meer kinderen besmet raken, maar dat weinig kinderen in het ziekenhuis komen. Dus we verwachten ook bij deze 4e golf dat weinig kinderen in het ziekenhuis zullen worden opgenomen, ondanks dat er meer kinderen besmet zullen worden. Alle kinderen zullen besmet zijn van elke leeftijd. En we zien dat we weten wel hoe ouder je bent. Dus vanaf adolescentie, vanaf 12 jaar, word je vaker besmet dan wat je wat jonger bent. Maar alle kinderen, alle leeftijden worden besmet. Dus als jouw kind thuis aan het hoesten is, koorts heeft, zich niet lekker voelt, moet ik ook getest worden. Net zoals in golf 1, 2 en 3 vragen we alle kinderen of aan alle ouders om hun kinderen te laten testen als ze klachten hebben. Want zo weten we dat het kind besmet is. Kan die thuis blijven in isolatie en zal die niet andere kinderen besmetten. Ik denk dat voor kinderen en zeker hun ouders belangrijk is dat je de juiste bronnen zoekt. En er zijn altijd verhalen van mensen die een minder prettige ervaring hebben gehad met vaccineren. Maar als we kijken naar de hele groep zien we dat de kinderen, net zoals de volwassenen, dezelfde bijwerkingen hebben. Dus dat kan je ook lezen op onze Facebookpagina's van het NCT en ook op het RIVM en op de CDC en alle andere websites van officiële instanties.
Heel veel mensen zullen koorts krijgen, een stijve arm, zich een beetje grieperig voelen, hoofdpijn. En dat gaat met een paracetamolletje vaak binnen een dag of twee voorbij. Heel zelden wordt er andere bijwerkingen gezien. En als je die klachten hebt en je meldt bij de dokter, dan gaan die ook weer vanzelf voorbij. Er zijn onderzoeken gaande om te kijken of er ook het vaccin veilig aan die kinderen kan worden gegeven. En we wachten de onderzoeken af. Dus er wordt gekeken, is het veilig voor die groep kinderen om een vaccin te krijgen? En er wordt ook meteen gekeken, is het effectief? Want wat we willen proberen met het vaccin is voorkomen dat je heel erg ziek wordt. Daar hebben kinderen sowieso weinig last van, want er worden weinig kinderen opgenomen. En dus ook die verspreiding. Maar we weten dat kinderen, en zeker kleine kinderen, weinig bijdragen aan de verspreiding. Dus die onderzoeken zijn nog bezig en daar wachten we rustig op af. En pas als blijkt dat het echt nuttig en veilig is, dan gaan we ook overwegen om hier kleinere kinderen te vaccineren. Er is dus recent een artikel verschenen waarbij er een arts is gesproken. Ik denk dat het belangrijk is, als het over kinderen gaat, dat wij vanuit de kinderartsen, altijd vanuit de vereniging Kinderartsen Suriname zullen spreken. Dus als er een bron wordt genoemd en een kinderarts, zonder dat daar de vereniging wordt genoemd, is het goed om het nog even te checken of het wel echt namens alle kinderartsen, namens de vereniging gezegd is. Samuel Matai mocht als jeugdige de spits afbeten door zich als eerste te laten vaccineren met het Pfizer-vaccin. Hij gaf aan, na eerst genoeg informatie ingewonnen te hebben bij deskundigen, hij het besluit heeft genomen zich te laten vaccineren. Hij vindt dit een hele belangrijke stap, omdat ook hij terug wil naar het normale leven waar we weer gezellig met elkaar kunnen samen zijn. Nu een week na zijn prik vroegen wij aan hem wat hij na zijn eerste prik allemaal heeft meegemaakt. Ook motiveert hij zijn leeftijdsgenoten om zich spoedig te laten vaccineren. Dat klopt, ik ben nu bijna anderhalve week geleden gevaccineerd. De enige bijwerkingen die ik heb gehad, behalve dat mijn arm een beetje warm was vlak na de prik, was dat ik anderhalve dag na de prik een beetje pijn begon te voelen. Maar dat was op een schaal van 1 tot 10, ongeveer een 2,5, en dat heeft maar een paar dagen aangehouden. Verder geen bijwerkingen. Voordat ik het besluit nam me te laten vaccineren, heb ik ook gesproken met sporters, met specialisten, met volksvertegenwoordigers. Al die inzichten heb ik meegenomen in mijn besluit. Het geeft je ook sowieso een goed gevoel om die informatie te hebben voordat je zegt, ja, ik laat me vaccineren. Ook een aanrader is dat andere jongeren ook gewoon alle bronnen die tot hun beschikking staan, alle geverifieerde bronnen, dus wetenschappelijk bewezen bronnen, dat ze die gebruiken. Ik denk dat die kinderen zich alleen kunnen laten demotiveren als ze niet genoeg informatie hebben. Dus ik zou graag hebben dat die kinderen op zoek gaan naar die informatie. Er zijn genoeg Surinaamse specialisten en Surinaamse artsen die ervoor openstaan om met jongeren te praten. En ik zou die kinderen dus heel erg aanraden om met, vooral met de artsen in hun buurt, met hun huisarts te praten over het vaccin, zodat ze die juiste informatie krijgen. Ik snap nog steeds dat er mensen zijn binnen de samenleving die wat terughoudend zijn rond het vaccin. Maar het lijkt me niet verstandig dat de leerkrachten op dit moment, zonder een neutrale kijk te geven over de vaccins, kinderen demotiveren. Als ik een oproep zou mogen hebben naar de mensen die vooral voorbeeldfiguren zijn voor jongeren, denk ik aan ouders, maar ook andere verzorgers zoals de mensen op school, de leerkrachten. Maak het bespreekbaar. Begin gesprekken over het vaccin en geef ook duidelijk aan wat de voordelen zijn. Op dit moment zitten we in een vierde golf van het COVID-19 virus. Dus als we langzamerhand ook gewoon de jongeren gaan vaccineren, kunnen we zo gauw als mogelijk terug naar een Surinaams normaal. Eentje waarbij we elkaar brasas kunnen geven, eentje waarbij we weer bossies kunnen geven, maar ook gewoon eentje waarin we veilig bijeen kunnen komen in grotere groepen. Aan iedereen tussen 12 en 18 jaar die zich nog niet heeft laten vaccineren, maar wel in de gelegenheid is dat te doen, zou ik een hele sterke aanrader geven om je te laten vaccineren, omdat je dus niet alleen jezelf daarin aan het beschermen bent, maar ook de anderen om je heen. Het heeft heel veel voordelen. We kunnen dan binnenkort zonder mondkap bijeenkomen. We kunnen weer feestjes geven, terwijl het allemaal veilig is. We kunnen van die lockdowns af. Dus overweeg het. En zijn er nog vragen, heb je nog twijfels, dan mag je altijd een berichtje sturen naar het COVID-journaal. En dan probeer ik daar antwoord op te geven.
Yes, samen komen we er doorheen. Hedenmorgen heeft in Den Haag de schenkingsovereenkomstondertekening plaatsgevonden inzake beschermingsmiddelen en COVID-19-testen tussen Suriname en Nederland. Voor Suriname tekende minister van Volksgezondheid Dr. Anders Ummer Ramadien en voor Nederland de minister van Volksgezondheid en Welzijn Hugo de Jonge. Dit onder toeziend oog van zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, de president van Suriname, en zijn excellentie Mark Rutte, de premier van Nederland. Soepelkunde, harde bocht. En dan gaan wij nu over tot het tekenen van de schenkingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Staten Nederlanden in zaken persoonlijke beschermingsmiddelen en COVID-19 testen. Getekend voor de Republiek Suriname door de minister van Volksgezondheid, de heer Ummer Ramadien. Getekend voor Nederland door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hugo de Jonge. Succes. Niks meer aan doen. Mooi. Yes. Mooi, voilà. Mark, we staan ook achter deze overeenkomst. Ja. Goed zo. Willen wij terug naar een normaal leven waar we weer gezellig bijeen kunnen komen, waar we weer kunnen socializen met elkaar, laat je dan vaccineren. Ik zal nooit moe worden om jullie te motiveren en adviseren om te gaan vaccineren. We gaan eruit voor wat betreft het COVID-19 journaal. Blijf je ten alle tijden houden aan de Mohana-maatregelen ter voorkoming van verder verspreiding. Laat je testen bij elk symptoom. Hou je goed en wees voorzichtig. Utambung.